Von Clement was een autodidact. Dat betekent dat hij zichzelf de kunst heeft geleerd. Kunst van het boordsneden. En je kan rustig zeggen dat hij in zijn tijd, de 1990, dus het einde van de vorige eeuw, een van de meest succesvolle kunstenaars was in zijn tijd. Von Clement heeft geleefd van 1930 tot 2000. In de periode dat hij van 1960 tot 2000 heel erg actief was, heeft hij die boordsnede ontwikkeld. En die boordsnede, dat is een techniek, is een hoogdruktechniek. Dus dat betekent dat alles wat je laat staan, dat heeft een kleur. En alles wat je weghaalt, dat wordt wit. Dus een tegenstelling tot de ets. Dat alles wat je laat staan wordt wit en alles wat je verdiept, dat geeft een kleur. Nou goed, boordsneders van Von Clement. We kijken hier naar een van zijn aangename composities. De composities van Clement waren altijd gesitueerd in een vierkant. En dat geeft een extra spanning. Weinig kunstenaars doen dat. Een vierkant, dat heeft ook wel een gevaar. Het gevaar bij het gebruik van een vierkant zit hem erin dat je heel strikt de beeldelementen op de diagonaal moet plaatsen. En als je daarvan afwijkt, je compositie wel eens gaat rammelen. Maar hij wist dat tot een grote hoogte. Voor je oog is het heel erg prettig. En die motieven die hij koos voor zijn boordsneders, die zo populair werden, dat waren bloemmotieven. Maar het waren prachtig gedaan, want die rafelige rand die erin zat, het zag er zo lekker uit. Het was eigenlijk, hij haalde de details weg en je kon erin wegdromen. Het is altijd belangrijk bij een werkstuk dat er niet te veel wordt voorgezegd. Dat het zo is dat je zelf een indruk kan geven, of je eigen interpretatie van datgene wat je ziet. Dat is prettig. En dat wist Von Clement heel geraffineerd neer te zetten. En dat ook nog dat materiaal, dat wat ruigere beeld dat hij neerzette. Mooi samengevat, heel sfeervol, fijne kleuren. Kortom, prachtige werkstukken. Die prachtige werkstukken, die signeren die ruiterlijk ruim met een potlood. Maar wat heel erg typerend was voor zijn werk, hij zette er ook altijd twee vingerafdrukken bij. En gelukkig hebben we hier in onze omgeving dus ook Von Clement hangen. En daar kunnen we dan fijn naar kijken en van genieten.